Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de nieuwe regering van Duitsland veel tegenstand van binnenuit. Denk terug aan die communistische opstand, eh, waardoor ze uiteindelijk ook naar die stad Weimar verhuisde en de Republiek van Weimar ontstond. Maar tegelijkertijd moest ook nog de Eerste Wereldoorlog worden afgehandeld. En daar gaan we in deze video's naar kijken, want dat heeft ook weer allerlei gevolgen voor Duitsland. En ja, de vredesbesprekingen na de afloop van de Eerste Wereldoorlog, die vinden plaats net buiten Parijs, in Versailles. En uh, die worden eigenlijk vastgelegd uiteindelijk in die vrede van Versailles. Nou, hoe dat, die vredesbesprekingen verlopen, dat is al een hele videoreeks op zich. Daar gaan we nu niet te veel op in. We kijken nu naar wat er uiteindelijk bepaald wordt. En de belangrijkste bepalingen pakken we er even uit. Uh, ten eerste, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste bepaling... Duitsland wordt als schuldige aangewezen voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. Heel veel landen hadden eraan meegedaan en waren vol enthousiasme die oorlog ingetrokken. Hadden elkaar ook de oorlog allemaal verklaard. Maar Duitsland krijgt nu eigenlijk als enige grootmacht de schuld. En daardoor moest Duitsland ook grote herstelbetalingen gaan betalen. Hè. Met name aan Frankrijk, dat zwaar getroffen was. Frankrijk wilde sowieso Duitsland heel zwaar straffen in die Vrede van Versailles. Um, en Duitsland moest ook grondgebied en kolonie afstaan. Hè. Alle paarse gebieden hier op dit kaartje moesten bijvoorbeeld af worden gestaan. En er werd ook bepaald dat Duitsland slechts een klein leger mocht hebben, hè, zodat ze niet weer uh, Frankrijk zouden binnenvallen. Want met name Frankrijk dus, die, die, die waren heel erg streng voor Duitsland. En je kunt je voorstellen wat de Duitsers hiervan vinden. Ze, ze, ze voelen zich vernederd. Hè? Want zij worden nu eigenlijk als enige gestraft en zwaar gestraft ook. Terwijl alle landen eraan hadden meegedaan. Maar ja, zij waren aan de verlies in de hand geweest. Dus uh, zij behoorden niet tot de overwinnaars. En daarom moesten ze dit dus ook maar slikken. Ze konden ook niet anders. Maar goed, die vernedering die zat wel heel erg diep in die Duitse bevolking. En dat zal ook echt wel een rol gaan spelen. Maar daar komen we later op terug. Eerst eens even kijken hoe het gewoon met Duitsland verder gaat na 1919. En dan kijken we met name naar die herstelbetalingen. Want uh, ja, die Duitse economie die leidt er heel erg onder. En ook het feit dat ze dus grondstofrijke gebieden hebben af moeten staan. Hè, waar bijvoorbeeld veel steenkool in de grond zat. Wat goed is voor de industrie. Ja, dat, dat, ja, dat moesten ze allemaal uh, afstaan. Dus het gaat niet goed met die Duitse economie. Ze moeten wel die herstelbetalingen doen. Maar al in 1923, hè, dus na vier jaar, is er een achterstand in de betalingen. En dat is het moment waarop Frankrijk en België, die dus voor een deel ook afhankelijk zijn van die herstelbetalingen, besluiten om het roergebied, het industriële hart van Duitsland, misschien ook wel het economische hart van Duitsland op dat moment, uh, te bezetten. Dus met het idee: als we het niet krijgen, dan komen we het zelf wel halen, uh, gaan Franse en Belgische soldaten naar dat roergebied toe. En um, ja, ze nemen de industrie en het uh, transport van grondstof en dergelijke onder controle. Ja, de vraag is natuurlijk, wat doen die Duitse arbeiders? En die besluiten dus te gaan staken. En de Duitse regering die zegt dat is prima dat jullie gaan staken, wij steunen jullie erin en wij zullen jullie lonen gewoon doorbetalen. Maar goed, dat is uh, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe doe je dat dan? Nou, dan moet je dus geld bijdrukken om die lonen door te kunnen betalen. Dat is wat ze gaan doen. Alleen heeft dat toch wel een hele nare bijkomstigheid. Dat uh, het, geld, het Duitse geld ontwaard wordt, het wordt minder waard. Er ontstaat hyperinflatie. Ja, daar wil ik nu niet al te diep op ingaan, dat is vooral een economisch begrip, maar even om daar een beetje een context bij te geven, zie je rechtsboven bijvoorbeeld uh, die grafiek staan en daar zie je uh, hoeveel Duitse markt je nodig hebt om een bepaalde hoeveelheid goud te kopen. En uh, je ziet dat dat enorm snel opnoopt. En dat betekent dus eigenlijk heel simpelweg dat die Duitse markt, dat die uh, nauwelijks meer iets waard wordt. En als je bijvoorbeeld dus een brief wilde uh, versturen vanuit Duitsland naar New York, zoals we hier rechtsonder ook zien. Ja, dan, dan moet je daar dus flink wat postzegels op plakken. En als je goed kijkt, dan is dat dus niet uh, 20 cent of zo, zo'n blauwe postzegel, maar 20 miljard. En dat zorgt voor hele grote economische en sociale ellende in Duitsland. En daar moet iets aan gebeuren, zien de Amerikanen ook. En die komen al een jaar later met het DAS-plan. Die zijn bang dat er hierdoor misschien weer een nieuwe grote Europese oorlog gaat ontstaan, terwijl de Eerste Wereldoorlog net een paar jaar voorbij is. Dus die Duitse economie die moet geholpen worden. En het DAS-plan bepaalt dat de herstelbetalingen worden gekoppeld aan de draagkracht van de Duitse economie. Dat wil zeggen, als het goed gaat met de economie, dan betalen de Duitsers meer herstelbetalingen. Gaat het even wat minder, dan betalen ze ook minder. Want ze houden ze in ieder geval genoeg geld over om het land ook verder op te bouwen. En daarnaast gaan de Amerikanen 2,5 miljard aan leningen verstrekken aan Duitsland, zodat Duitsland. Haar herstelbetalingen aan de andere landen kan doen: aan Frankrijk en Engeland en België en dergelijke. Maar die landen, Engeland en Frankrijk, hadden ook heel veel geld geleend van de Amerikanen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat konden ze nu ook weer terugbetalen. Dus die Amerikanen wisten heel slim het geld in Europa weer rond uh, te laten pompen, zodat ze uiteindelijk ook hun schulden terugbetaald kregen. Nou, dat Dalsplan was echt een redding voor Duitsland en uh, misschien is dus ook wel voor Europa, want we zien. In de periode in de vijf jaar na 1924 dat er een groot economisch herstel is, wat zorgt voor een grote periode van stabiliteit in Duitsland, in die Republiek van Weimar. Ten eerste zijn er veel minder regeringswisselingen, want de bevolking is gewoon een stuk tevredener. Um, de Duitse economie die groeit heel erg. En uh, je ziet ook echt dat de cultuur heel erg opbloeit. En ja, Berlijn wordt een van de culturele hoofdsteden van, uh, van de wereld, zelfs op dat moment. Dus het gaat gewoon weer goed met Duitsland, eindelijk. Ja, en die rust die zie je ook terug in de buitenlandse betrekking, in de buitenlandse politiek. Want uh, ze gaan actief ook uh, proberen om een betere relatie met Frankrijk te krijgen. Uh, er vindt een verzoeningspolitiek plaats. En dat zorgt ervoor dat uh, Duitsland eindelijk de grenzen met Frankrijk en België accepteert zoals die in de vrede van Versailles waren bepaald. Hè, we zagen dat kaartje met die paarse gebieden, die waren afgestaan. Duitsland betwiste dat, maar uh, die liet die grenzen nu voor wat ze waren. En tegelijkertijd mag Duitsland daardoor ook toetreden tot de Volkenbond. Dat is eigenlijk de, de, de voorloper van de Verenigde Naties. En die Volkenbond kwam eigenlijk ook voort uit uh, de, die vredesbesprekingen van Versailles. De uh, League of Nations, die ervoor zorgt dat als er een conflict is ergens op de wereld tussen landen, dat ze niet meteen naar de wapens grijpen, maar dat ze uh, door middel van bemiddeling van die volkenbond, uh, dat ze dan zo proberen hun conflicten op te lossen. Duitsland had in eerste instantie niet toe mogen treden, maar nu mocht dat dus wel. En daardoor wordt Duitsland eigenlijk ook geaccepteerd door uh, andere landen, zou je kunnen zeggen. En het telt weer als volwaardig land mee in de internationale politiek.